Hallo, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 46. En dat is van maandag 13 november tot en met zondag 19 november. En de kaart schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week een week is waarin je voor jezelf wat in conflict kan komen, waarin je het gevoel hebt dat je niet ergens uit kunt gaan komen. En toch heb ik het idee dat het je verder gaat brengen, maar het heeft er wel mee te maken dat je er misschien nog wat geduld voor moet hebben, dat je misschien toch nog wat meer communicatie met mensen moet hebben om te kijken waar je heen gaat. Ik heb namelijk het idee dat je het eindresultaat zeker gaat bereiken, maar op het moment dat je dat te fel doet of op een manier doet dat je bijvoorbeeld dingen doordrukt, kan het zijn dat het helemaal niet gaat voelen als overwinning. Kijk eens voor jezelf ook echt wat je doel is, wat je nu moet gaan bereiken, op wat voor termijn het moet en of er misschien toch nog een bepaalde vorm van communicatie mogelijk is, zonder dat je daar het gevoel bij hebt dat dingen niet goed gaan of dat je bij het gevoel hebt dat je iets moet gaan doen. En dat kan natuurlijk voor jou betekenen of dat gevoel kun je geven aan iemand anders. Maar het is vooral belangrijk, let op je communicatie. Dat lijkt een puntje te zijn die deze week voor jou als een rode draad door de week gaat lopen. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van gevonden hebt en ik wens je sowieso een super fijne week.